Wat dan ook in Peters leven, dat niet voldeed aan Gods wensen, maakte hem onrustig. Behaagde het God niet en voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods hart tevreden kon stellen. Zelfs in de kleinste dingen in Peters leven moest hij van zichzelf Gods verlangen vervullen. Geen mildheid voor zijn oude gezindheid verplichtte zichzelf dieper de waarheid in te gaan. Of het nu tuchtig ging oordeel. Je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood. En dit moet worden bereikt door een schepsel van God. Dit is de puurheid van de liefde van God. Dit is de door God. Alleen zulke mensen kunnen een getuigenis hebben in zijn geloof. Probeerde Peter God tevreden te stellen in alles, gehoorzamend al wat kwam van God. Zonder klagen, straf en oordeel aanvaardend, beproeving, louter daarvan kon zijn liefde voor God bewegen. Is dat niet de ultieme liefde?